Dit is eigenlijk een hele eenvoudige stropdas. Wel de kleuren van de regenboog staan erop. En dat is een belangrijk symbool voor de lesbische, homoseksuele wereld. Toen ik hem voor het eerst droeg tijdens Coming Out Day, kwam ik een oudere man tegen in de trein. En die werd helemaal emotioneel toen hij zag dat ik met deze stropdas rondliep. Want op het moment dat hij uit de kast kwam, ja, toen was het nog strafbaar, homoseksualiteit. 10 jaar geleden kwam ik uit de kast. Ja, op je 23ste dan ineens tot de ontdekking komen dat je ook verliefd kunt worden op jongens. Dat zorgde voor wat verwarring bij mij. En toen ben ik ook een paar dagen zonder verder bericht ben ik afwezig gebleven bij de politieacademie. Toen belde mijn mentor en hij zegt van jij bent morgen om 8 uur bij mij op kantoor. Wij moeten praten. En hij had wel door dat ik onwijs zenuwachtig was. Uiteindelijk bleek dus gewoon tijdens dat gesprek dat hij zelf ook homoseksueel was. Dus mensen die in de kast zitten, ja, heb vertrouwen in jezelf. Heb vertrouwen in ieder geval 1 iemand in je omgeving. Als je het 1 iemand vertelt, dan wordt het al makkelijker. Het is een proces, maar het wordt wel steeds makkelijker. Coming Out Day is zeker nog nodig, want ook nu is er ergens wel weer een Ronald die voor de eerste keer verliefd wordt op een jongen. Dus uitleg geven over het hele proces van coming out, niet alleen aan homo's, maar ook aan hetero's, zal altijd nodig blijven. Zit je zelf nog in de kast? Bedenk dan, er is altijd wel iemand in je omgeving die naar je luisteren wil, die je verder kan helpen. En bedenk, jezelf zijn is het mooiste wat je kunt zijn. Doei!